Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Fan Friday video. Vandaag is het tijd voor een gloednieuwe challenge waarin ik ga proberen om mijn zwembad te vullen met 20.000 ballenbakballen. Waar ben ik aan begonnen? Ik ben wel echt heel erg benieuwd naar of het me gaat lukken en wat het resultaat is natuurlijk. Alleen voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele spannende challenge voor jou. Hoe snel kan je namelijk op dat like knopje drukken? Ik geef je 3 seconden. 3, 2, 1... Is het je gelukt? Oh, ik ben er heel erg benieuwd naar. Vergeet daarbij ook zeker niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier blijf je altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. En dan is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. En namelijk number 1. Zoals je weet is op 23 april Misfit 3 uitgekomen op Netflix. En oh my goodness jongens, er zijn zo ongelooflijk veel reacties binnengekomen. En jullie zeggen massaal dat het echt een hele leuke film is en dat doet me enorm goed. Niet alleen dat, er is ook echt bewijs, want Misfit 3 de film stond gewoon voor bijna een week op nummer 1. Op Netflix. Nummer 1. Van alle films die je op Netflix in Nederland kunt bekijken. Dus dat is natuurlijk wel echt heel erg bijzonder. Ontzettend bedankt voor al jullie support. Als je hem nog niet hebt gezien, hij staat nu op dit moment op Netflix. Dus check hem zeker eventjes. En anders bekijk je hem gewoon nog een keertje. Want het is ook inderdaad echt een hele leuke film. Dus jullie zijn echt geweldig. Heel erg bedankt voor alle lieve reacties hierop. En dan gaan we nu door naar... deze hele spannende ballpit challenge. Zoals je kunt zien sta ik hier op dit moment in de tuin. En we gaan toch iets ongelooflijk tofs doen. Nou, ik denk dat je het wel weet, maar ik heb dus al eerder video's gemaakt over een ballenbak. Ik heb namelijk met een heleboel ballenbakballen een ballenbak gemaakt in mijn slaapkamer en in de douche. Maar wat ik nog niet heb gedaan is een heel groot mega ballenbak zwembad. Nou, zoals je kunt zien staat het zwembad hier natuurlijk voor me, maar... er liggen nog helemaal geen leuke gekleurde ballen in. Daar gaat zometeen een verandering in komen. Want kijk eens eventjes wat hier allemaal omheen zit. Dit zijn vuilniszakken met daarin allemaal fietshelmen. Nee, grapje. Ballenbakballen natuurlijk. Ik denk dat je dat wel had geraden. Het zijn er echt een heleboel zoals je kunt zien. En in elk van deze zak zitten ongeveer 1000 ballen. Dit zijn er 19 in totaal. En dat betekent dus dat er ongeveer 19 tot 20.000 ballenbakballen hier zo voor me zijn. Toen ik het in de huiskamer had, had ik echt zoiets van wow, dat zijn er zo ongelooflijk veel. Maar nu ik het hier zo zie, denk ik, ja, ik weet niet of dat wel genoeg is. Daar gaan we natuurlijk achter komen. En dat kunnen we maar op één manier doen, door ze natuurlijk te openen. Dus laten we beginnen met de allereerste zak. En die is hier zo, jongens. Oh, dit gaat zo ongelooflijk spannend worden. Ik haal eventjes deze er zo af. Oh jeetje, oh, oh, oh. En go! Hup, allemaal eruit. Oh my goodness. Wow. Wow. Hey, dat zijn er best wel heel erg veel. Woehoe. Dat is een goede eerste stap. Deze, die zijn wel aan het ontsnappen. Nee, 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 nee. Dat gaan jullie niet doen. Hup. Zo, het zwembad in. Nu dat de ballen allemaal beginnen te verspreiden, ziet het er naar uit dat er nog wel echt heel veel meer nodig zijn. Dus we gaan gewoon door naar de tweede zak. En daar moet ik natuurlijk ook weer eventjes het klemmetje van afhalen. We weten nu wel hoe het gaat. Dus... here we go. Woehoe! Oké, dat maakt niet echt heel erg veel verschil. Oh nee! De eerste keer was echt super veel, maar nu met de tweede zak denk ik ja. Ik zie nou niet echt per se dat er nu 2 in zitten of zo. De wind is er lekker mee aan het spelen. Het gaat alle kanten op. Door naar nummer 3. En hupsakee! Woehoe! Wow! Oeh, dat ziet er wel heel tof uit. Voor de rest ziet het er super vrolijk uit. We hebben ook echt een mini emo bal daar zo. Maar we gaan gewoon door, want het begint ergens op te lijken. Kijk nou naar hoe ontzettend tof dit patroon eruit ziet. Nummer 4, let's do this. We know the drill. Woehoe! Oh, ja, ja, ja. Het gaat ergens naartoe. Helemaal tof. Dus we moeten natuurlijk ook nog eventjes de rest van al deze zakken gaan doen. We zijn aangekomen bij de allerlaatste zak. Ik heb er nog eventjes 2 aan de kant gezet, want het ziet er naar uit dat het zwembad redelijk gevuld is. Hoe ongelooflijk tof is dit? Maar zoals je kunt zien zijn er nog een aantal lege plekjes en ik denk dat ik dat kan opvullen met deze allerlaatste zak. Go! Woehoehoe. Zo. Yes. Wow.
Dit is echt zo ongelooflijk gaaf. Oké, ik denk dat het zwembad officieel nu helemaal is opgevuld. Dus, I love it. Laten we nog eventjes een goed kijkje naar nemen. Wow. Het lijkt eigenlijk wel een beetje op zijn eigen platform of zo. Alsof je er zo op zou kunnen lopen. Maar beter dat ik dat niet doe, want het is en blijft toch nog wel een zwembad wat eronder zit. Dat brengt ons natuurlijk naar de enige logische volgende stap. En dat is om hierin te springen. Want dit ziet er zo ongelooflijk satisfying uit. Ik heb er helemaal zin in. Dus laten we het proberen. Maar allereerst eventjes een bikini aandoen. Oké, ik ben er klaar voor, jongens. Het zonnetje begint te schijnen. Bikini is aan. En I'm ready to go. 3, 2, 1, go! Wow! Oh, dit is zo cool om te doen, jongens. Ik zit gewoon midden in deze ballenbakballen. Wow. Dit is echt heel erg grappig. Maar ook wel super leuk. Wacht, ik ga het nog een keertje doen. Go! Go! Oh. Dit is zo ontzettend top. Zo eng, maar zo leuk. Ik ben even verhuisd naar het ondiepe. Oh, zo ontzettend kleurrijk dit allemaal. En het voelt ontzettend apart om gewoon door deze ballen heen te zwemmen. Kijk nou eens even. Oh, prachtig. Ik kan hier eeuwen van genieten. Maar wat ook heel erg leuk is, is om onder water te gaan. Dus ik ga jullie eventjes meenemen. Naar wat er gebeurt als ik er een mega floaty in gooi. Oh, dit ding is zo groot. En oepsie. Ik dacht dat ik nog op de rand stond, maar hij staat er nu. Here we go. Oh my god. Dit is zo tof. Het is en blijft toch altijd leuk om te experimenteren. En ik kan je vertellen dat ik dit experiment toch wel echt heel erg tof vond om te doen. Wat een geweldig leuke zwembad ballenbak. Dus wat mij betreft helemaal een hartstikke geslaagd. 20 second wrap out. Balim, Sandra, Timo, Nora, Mandy, Yara. Marianne, Kojo, Eline, Andy, Lara. Lotte, Eva, Amber, Rosa, Mia, Isabella. Unicorn, Rainbow, Sapa, Saar, Lexi, Ella. K-pop lover time, Isabel en Fleur, Bonnie. Steven, Joelle, Kaylee, Maya en Amani. Jullie, Lustanneke, Nota, Kimberly en Lina. Matthew, Nada, Flora, Brent, Lissy en Safina. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En wil je nou ook heel erg graag kans maken om met je naam en reactie in de 20 second wrap-out van volgende week te komen? Laat het dan eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En gebruik dan het woordje wrap-out, zodat ik het makkelijk kan vinden. Ik ben heel erg benieuwd naar al jullie leuke comments. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!